staan. De Bouwschuur. Dit is de Bouwschuur bij Brabantie natuurlijk. We zijn in de tussentijd natuurlijk al heel veel te weten gekomen over al die verschillende carnavalstradities in Brabant. En ook in Veghel wilden ze graag vertellen over hoe zij daar carnaval vieren. En wat is rolstoelcarnaval precies? En vragen we de mensen op straat hoeveel dagen ze met carnaval eigenlijk weggaan? Hoe zit dat eigenlijk bij u? Maar we beginnen in Maden bij carnavalsvereniging Het Vat. Maar werkelijk waar, twee nieuwe presentatietalenten zijn ontstaan. Met trots presenteer ik daarom de nieuwe Carlo en Irene. Hallo dames en heren, welkom bij 7 van Het Vat. We zijn hier nu in Maden. Ik ben Srin en dit is Jan. Ja, hi. Ik denk dat het ook wel leuk is dat we iedereen nu even gaan voorstellen. Want we werken hier allemaal hartstikke hard aan een hele mooie carnavalswagen. Het motto van het jaar, wat was het ook alweer? We zijn nog niet boven water. Nou, laten we dan maar beginnen. Eigenlijk is het wel heel bijzonder dat jullie zijn, want zoals je ziet, het is hier verboden te filmen. Nou mag het even. Nou, we zijn nu bij Katelijn aangekomen. En ik ga even een paar vragen stellen. Maken jullie ook wel eens rare dingen mee bijvoorbeeld hier op de bouwloods? Ja, het is vooral elkaar een beetje plagen. Zoals overal dichtnaaien, met lijm gooien, met kwasten. Heel kinderachtig, maar het blijft altijd leuk. Ja, we zijn hier nu bij mijn vader, Jan. Mag ik jou even wat vragen stellen? Vergeet jij wel eens om hier te komen? Of ik wel eens vergeet om hier te komen? Nou, dat is maar zeldzaam. Dan moet je maar aan mama vragen. Ik ben er heel veel. Heel veel. Elke dag. Oké, en dan nog. Doe je ook wel iets anders dan carnavalswagen, met de carnavalswagenpunt? Ik ben er eigenlijk een heel jaar mee bezig. In de carnavalstijd dan is het elke dag bouwen. En de rest van het jaar is papa wel wat aan denken inderdaad. Wat gaan we maken van het jaar? En verder nog bijzondere dingen hier ergens meegemaakt of aparte dingen? Bijzonders, maar dat is niet zo heel leuk. Maar wel iets bijzonders dat vorig jaar onze goede vriend, die ook lid was van de carnavalsvereniging, overleden is. Dat was heel bijzonder en hebben we ook met z'n allen hebben daar nog heel veel verdriet van. Maar we zien er ook de leuke dingen, als we terugkijken en terugdenken aan Marco, zien we heel veel leuke dingen ook nog van hem. En we hebben het hier eigenlijk altijd nog heel vaak over. Vandaar ook de foto's die er hangen. Hoi, u zijn weer en dan zijn we bij... Bij Miranda. Hoi, Jarne. Hoi. Hoe is het? Het gaat heel goed. Dankjewel. Maar hoe zit het nou eigenlijk met de lijn? Waar is die van gemaakt? Zetmeel voornamelijk, geloof ik. En veel water erin. En dan goed roeren. Nou, dat is mooi om te weten. Zeg Marco. Nou, ik wil even een paar vragen aan je stellen, want jij werkt hier natuurlijk, jij bouwt hier al heel erg lang. Maar waarom las je eigenlijk alleen maar? Waarom las ik alleen maar? Nou, omdat ik, als je redelijk kan, dan mag je hier lassen. Ja, er zijn niet zo heel veel mensen die, trouwens, we kennen allemaal wel lasten natuurlijk, maar het is allemaal een beetje carnavalslasten, dus ik vind het lastig leuk om te doen. Oké, en waarom plak je dan eigenlijk ook nooit? Waarom ik nooit plak? Nou, ik probeer mensen zo lang mogelijk te lassen. Oh, vind je dat het leukste dan of zo? Meestal dit jaar bijvoorbeeld gaan we straks met een trekker beginnen. En dan eerder de trekker klaar is, dus het meeste deel toch al geplakt is. Dan ga ik er iets anders doen. Nou, oké. En met carnaval zelf drink je natuurlijk ook wel graag bier. Wat is nou je favoriete biertje? Oh, dat maakt mij niet zoveel uit. Als ze maar niet leeg zijn. Even zo denken, even snel. Hoeveelste blaadje zou dat zijn? Van de hele wagen? Van tot nu toe? Boah. Ik denk de... We zijn er niet zo ver, hè? Ik denk de 25.378ste. Denk ik. Dat zou je nou wel eens kunnen. Maar even terug naar de lassen. Vind je daar nou stoer of zo dat je dat kan? Dat is niet stoer. Nee, dat is niet... Nou, ik vind het eigenlijk wel stoer, ja. Ja, ik vind het wel stoer werk. Ja. Ah, oké. Nou, dan is het toch mooi? Nou, veel succes nog met lassen dan. Hoeveelste jaar is eigenlijk dat je zeg maar helpt bij de carnavals? Voor mij is het 21ste jaar bij deze carnavalsvereniging. Dat zijn er al wel heel veel. Dat zijn er wel veel, hè?
Hartelijk welkom. We staan hier op de markt in Veghel, wat dan met carnaval Kusegat heet. En we hebben deze plaats uitgekozen omdat het eigenlijk een heel centrale plaats is. Alles wat met carnaval te maken heeft, daar speelt deze markt een hele centrale rol in. Denk aan het feit dat hier op zaterdagochtend de opening plaatsvindt van het carnavalseizoen. Dat we dan bezig zijn om de sleutels te overhandigen aan de burgemeester, aan de Prinsencarnaval van het Kusegat zelf hier, Veghel. En ook van de dorpen in de regio. En dan hebben we bijvoorbeeld ook het moment waarop dan de Kus, die een centrale rol speelt in onze carnaval, zijn naam krijgt. Een prijsvraag wordt dan uitgeschreven. En dan is er een van de jeugdleden die kan dan vertellen hoe die Kus, die wij overal met onze carnaval mee naartoe nemen, hoe die zal gaan heten. Als je je afvraagt van waar komt dat vandaan, dat Kusegat, nou dat heeft alles te maken met ons symbool voor de carnaval. Ons symbool voor de carnaval is een Kus. Een koe. En dan met name ook de achterkant, omdat wij onszelf dan Kusegat noemen. En Kusegat, zoals wij onszelf in Veghel dan noemen, is ook echt het symbool waar wij met z'n allen dan tijdens die carnaval trots op zijn. En dat zie je ook terug in ons logo. Ik zal het even laten zien. Moet je opletten. Kijk, op deze sjaal zie je ons logo. Een echt Kusegat. Nou, wat ook wel bijzonder is, is dat wij dat symbool, die Kus van ons Kusegat, dat wij daar ook iets mee doen tijdens de carnaval. Ik zal het je uitleggen. Van tevoren is het zo dat de brandweer bezig is om zo'n kus dan manshoog na te maken. Zo hoog. Een echte kusfiguur krijg je dan. Die maken ze van papier-mâché. Een soort pop, die verven ze op. En die is dan al met ons, gaat die mee op alles wat wij tijdens die carnaval doen. Als je dan verder gaat kijken, dan zie je daar de grote Lambertuskerk. En in die kerk hebben we op zondagochtend een fantastische carnavalsmis. Hartstikke druk bezocht. Met 500 tot 700 mensen die daar bij elkaar komen. Om met een komische pastoor en een leuke kapel en goede woordjes ervoor te zorgen. Dat we ook aan dat katholieke gedeelte van de carnaval dan de aandacht besteden. Op zondag en op zaterdag hebben we twee optochten. Op zaterdag voor de jeugd en op zondag voor de grote optocht. En die speelt zich ook af hier rond de markt. Want daar, aan die kant, waar we nu dan staan, het grote gemeentehuis zien staan, het grote oude gemeentehuis zien staan, daar wordt de défilé afgenomen door de Prins Carnaval. En op maandag is het ook zo dat er de mogelijkheid is om straatcarnaval te vieren hier. Op dinsdag, dan hebben we de laatste dag van de carnaval. Dan vertrekt het boerenbruidspaar vanuit het oude raadhuis richting de plek waar zij hun boerenbruiloft houden. En 's avonds is het dan zo dat we de carnaval afsluiten. Er staat hier een grote container met daarbovenop die kus die naam heeft gekregen. En dan wordt er op een hele symbolische manier afscheid genomen van het feit dat we 4 dagen met elkaar carnaval hebben gevierd. En dan is het moment daar dat we afscheid moeten nemen van ons carnaval, dat het voor ons stopt. En dat doen we dan door symbolisch, met behulp van een brander die de brandweer heeft geleverd, door de jeugdprins en de prins die kus in de fik te laten steken. Ja, en dat is dan het moment waarop iedereen denkt van, het was mooi, maar het is ook weer voorbij. Voor die meneer in de Schreeuwenstraai, daar die Lasser, moest nog even reclame maken. Want ze gaan namelijk een geweldige, ik weet niet echt hoe het heet, een geweldig duo, Henrique en Co. En daar is de man hier boven mij, is daar de manager van. Dus wil je heel eventjes naar beneden komen? Doe je al lang plakken? Dat weet ik niet. Ja, ik denk 9 jaar. 7. Wat voor manager ben je nou eigenlijk? Eigenlijk eentje van heel weinig. Ik doe eigenlijk er niks voor en de optredens komen automatisch binnen. Henrique en Co. voor ieder feest. Nou, prachtig. Dat bedoel ik. En wat doet u er eigenlijk verder nog allemaal? Als het kan zo min mogelijk. Hoe doe je dat plakken? Nou, ik doe een biertje pakken en dan... En dan ga ik zo in de emmer en dan ga ik het erop doen. En wat doe je daarna? Ja, dan plak ik ze op de wagen. Weet je al veel van de wagen? Nee. Kan je er al wat uithalen? Nee, maar het is denk ik wel een boot.
Want dat zei mama tegen mij. Ik ga nu nog heel eventjes naar onze geweldige zangers uit het vat. Ze heten Henrique en Co. Nou, hier komen ze aan. Zeg, hoe zijn jullie eigenlijk op het idee gekomen om zangers van het vat te worden? Zangers van het vat bedoel je? Met meer gillen en schreeuwen. Hè? Dat, echt zingen, dat moet... Ja. Nee, ook niet bij hem zijn. Hoe vaak zit je eigenlijk aan de koffie? Aan de koffie? Nou, als ik hier binnenkom, dus het eerste wat ik doe is aan de koffie. Anders kan ik niks doen natuurlijk. Hè? Zonder koffie kun je niet plakken. Wat voor kleren doe je dan eigenlijk altijd aan als je gaat bouwen? Want je ziet er nou niet echt heel erg mooi uit, hè? Een oude broek aan en een uitzicht en nog een oude jas. Hoe drink je het liefst met koffie? Met melk, suiker, suikerklontjes? Eén klontje suiker en heel veel melk, want dat vind ik heel lekker. Oké, dan gaan we weer lekker door plakken, als maar door en door en door. Dan gaan wij weer verder. En ik hoorde ook dat jij met een mandje ging lopen. En wat ga je dan in dat mandje doen? Koekjes rondbrengen naar alle mensen. Carnaval. Wanneer ik begin met feesten? Nou, ik begin met feesten meestal op vrijdagavond. En nou, sinds de kindjes zijn iets minder frequent, maar ik eindig de meeste met haringhap op woensdag. Wij zijn eigenlijk vanuit Bergen op Zoom, dus daar begint het echt 4 weken van tevoren. De eerste dag tot de laatste. Zaterdag. Gewoon 4 dagen lang. Carnaval. Ja, ook 4 dagen lang. Nou, ik ben niet zo'n heel extreem uitbundige. Maar vrijdag, zaterdag, zondag bijvoorbeeld. Ja, het is eigenlijk meer voor jonge mensen en zo. Of het uitkomt, ik zit ook in de beveiliging, weet je. Dus, maar wij wel prettig gestort. Dus carnaval is echt iets voor mij. Dan zeg ik, we are family. Snap je? Nee, het is niet mijn ding, zeg maar. Meestal vrijdag. Dan gaan we naar de Volmolen is dat, in Waalre. Daar hebben de prinsen een act. En ja, daar gaan we dan even kijken. En het eindigt woensdag met de afterparty. Dus een hele week carnaval voor ons. Ja, ik vier eigenlijk ieder jaar carnaval. Ik vind het leuk dus. Nou, eerst gaan we naar ons daar in de buurt en dan richting de stad met z'n allen. En eerst allemaal omkleden. Nou, en dan meestal indrinken en dan gaan we naar de stad toe. Nu niet meer. Nee, jammer genoeg niet. Ik heb mijn tijd gehad en ik gun het nu aan de jongelui. Ik ga 5 dagen. Ik begin de vrijdagavond, eigenlijk al voor de carnaval, want zaterdag begint het. Maar ik ga de vrijdagavond de kroeg in. En dan heel de avond gewoon losgaan en dan slapen we. En dan de volgende ochtend dan kleden we ons om, gaan we eten en dan om 3 uur dan zijn we weer weg. En dan eindig ik de woensdag met haringhappen. Maar ik lust geen haring, dus dan meestal toch de kroeg in. Dus dan gaan we door. Nee, op het moment niet. Ik ben al... Ik heb een gezinnetje en ik ben thuis, dus ik heb geen tijd om op stap te gaan. Dus. De eerste dag is gewoon meestal gewoon een beetje zoeken waar we naartoe willen. En de tweede dag dan gaan we dat gewoon weer doen, de derde ook. En de vierde is altijd de einde, de sluitingen, de verbranding. Maandag tot en met dinsdag. Of nee, vrijdag tot en met dinsdag. Zo vroeg mogelijk beginnen en zo laat mogelijk eindigen. Meestal begin ik gewoon op de 11 van de 11 al en dan gewoon ergens in april of zo eindig ik. Ik kom uit Zeeland, dus ik vier het nu voor de 2e keer. En ik vind het helemaal geweldig, ik wil nooit meer iets anders. Carnaval vraag ik zeker vrij, dus helemaal mijn ding. Ja, ik vind wel eens carnaval, ja. Vrij vroeg, maar eigenlijk meteen nadat het carnaval afgelopen is, kom ik al met nieuwe plannen om nieuwe jurken te maken en thema's te bedenken. Ja, meestal 2 dagen carnaval en de rest, dan vind ik het wel genoeg. Dat is voor de kater bestemd. We zijn nu al aan het bouwen, dus we hebben wel een beetje de carnavalsfeer. Maar echt carnaval is 1 week voor carnaval en dan gewoon daarna natuurlijk ook weer het slopen en zo. Dus toch wel even carnaval vieren. En ja, dat was eigenlijk de carnaval. Tenminste, dat is carnaval eigenlijk. Allemaal bij het zat. Wat doe ik hier allemaal? Nou, plakken zoals je ziet. Meehelpen. Kleding maken. Thuis papier knippen. Eventueel mutsen maken of zo. En maar even over die kleding. Ja? Zijn er dan ook wel eens hele rare maten of zo die je dan hebt? Of hele lange mensen, hele kleine mensen, hele dikke mensen? Ja, we hebben van alles wat. Zo van, dat heb je misschien al wel gezien met het interviewen. Zo van, dus dat is soms best wel eens moeilijk. Zo van, welke maat. Want het is ook heel moeilijk om het echt voor iedereen op maat te maken.
Dus ja, we hebben echt van alles. En heb je dan ook wel eens, want ik heb ook gehoord, Sjaak die is er dan nu helaas niet. Maar heb je daar dan meters extra stof voor nodig? Of? Ja, dat is gewoon echt niet normaal wat we dan nodig hebben. Zo van, het buikje, hè, zo van, dat gaat toch dan wel uitdijen op die leeftijd. Zo van, en dat, ja, dat kost toch wel wat meter stof. Zo van, ja, oké. Oké, we zijn niet nauw bij Corné. Ik kan nee, wil even naar beneden komen. Ja, tuurlijk jongen. Dat is dan gelukkig. Dat was voor mij, hè. Zeg het eens. Dan wil ik jou een paar vragen stellen. Als wij helemaal niet waren en jij alles alleen moest doen, wat zou jij dan doen? Als ik alles alleen moest doen? Ja, dan kun je zulke wagens niet bouwen natuurlijk, zo groot. En dan ging ik wel in mijn eentje in de optocht lopen, denk ik, of zo. Dan gaan wij zo meteen weer lekker door. Maar eerst, wil ik even wat drinken. Ja, ik heb dorst. Ja, nou best vermoeiend, hè, dat presenteren. Ja, dat vind ik wel. En dan nu de vraag voor de reclame. Welke stad heette bij carnaval het Kielergat? Het antwoord komt na de reclame. Welkom terug. De stad die met carnaval Kielerstad heet is... Gat. De stad, zei ik dat. Nog een keer. De stad die met carnaval Kielerstad heet... Welkom terug. Welkom terug. De stad die met carnaval Kielergat heet, heet Breda. We zijn hier nauw bij mijn moeder, Jolanda. Hallo, Jarle. Hallo. Hi. Hoe is het? Goed, en met jou? Met mij is het ook goed. Mama, wat vind je eigenlijk nou zo leuk aan de carnavalswagen? Nou, gewoon de gezelligheid om met z'n allen te plakken, een lekker feest te vieren en een mooie carnavalswagen maken. Ben je wel eens uit bed gekomen dat je dacht, gadver, weer een dag? Die zitten er wel tussen, ja. Maar dat heb jij ook, denk? Ja, ik ook, ja. Even een quizvraagje. Een quizvraagje, vertel eens. Welk motto hebben wij dit jaar? Welk motto hebben wij dit jaar? Wij zinken nog steeds onder water? Nee. Nee? Fout. Fout geantwoord. Wat was het dan? We zijn nog niet boven water. We zijn al boven water. Of nog niet? Nog niet boven water. Dat is een thema wat ontstaan is een paar jaar geleden. Met iemand die dus voor ons er niet meer is. Dat is een van de vaste bouwers. Die is vorig jaar helaas overleden. En dat was ook mijn eigen zwager. En toen hebben we eens een keer samen om de tafel gezeten van nou... Als ze me missen ben ik vissen, daar is het eigenlijk al ontstaan. Nou, dan beginnen wij altijd met een hele sumiere tekening. Dat begint zo. Simpel tekeningetje. Meer doen we er niet op. En dan het eind van de rit komt er dus een compleet andere wagen uit. We gaan dus een denkbeeldige waterlijn creëren op 6 meter. En dan krijg je dus een gedeelte wat allemaal onder water gebeurt. En dan aan de waterlijn krijg je dus het schip, de dolfijnen die er doorheen springen, de vogels die erboven vliegen. En dat is dan boven de 6 meter, zeg maar tussen de 6 en de 11 meter. Dat is wat je aanziet komen. Nou, en dat is eigenlijk het idee wat we dit jaar hebben. We zijn met 19 leden die echt bouwen. Daar zijn dus de vrouwen ook bij. Dus er zijn in totaal 6 of 7, maar ik mis zijn vrouwen. En de rest zijn mannen. En daar doen we het gewoon mee. En het gaat al 22 jaar goed. Bye.
Ik sta hier naast Marcel. Marcel, hoe is het? Mij is goed hoor. Dan heb ik even een heel lange vraag. Wat doen jullie allemaal in precieze volgorde de carnavalswagen bouwen? We beginnen met de constructie. Dat is altijd eerst een hoofdconstructie. En daarna gaan we met betonijzer aan de gang. En met gaas en met karton. En zo bouwen we de wagen helemaal op. En daarna dan gaan we natuurlijk plakken, gazen en spuiten. Maar ik zie heel veel verschillende stukken. Maar hoe zet je die dan op elkaar? Daar gaan we altijd op vrijdagavond gaan we verhuizen. En dan gaan we naar een hele grote loods. En dat is ook hier in Maden. En daar gaan we met een kraan gaan we opbouwen. Waarom hebben we eigenlijk zoveel rollen plakband en waarom gebruiken we dat? Nou, plakband werkt heel fijn. Je doet gazen, dan doe je één laag plakband erop. En dan hoeven we maar één laagje papier op te plakken. Dus dan is minder tijd. Dan zijn we sneller klaar. Dat heb je ook wel eens jaren gedaan dat je gelijk eerst die plakken en toen nog een keer plakken en toen pas spuiten. Ja, we hebben eerst jaren gedaan. Eerst weekend noemen ze dat, ander papier. En daarna wit papier. Ja, vier lagen. En dan heb je ook heel lange tijd nodig om te drogen. En dit is heel snel droog, omdat er maar één laagje op zit. Hoeveel rollen plakband zijn er dan bijvoorbeeld daar in die doos? Nou, in die doos zitten wel meer dan 1000 rollen plakband. En die gaat voor de helft gaat die leeg. Want het zit allemaal op de wagen. Aha, maar niet overal, want ik heb ook wel een stuk karton gezien. We gebruiken alle materialen die we tegenkomen. We gebruiken karton inderdaad, piepschuim, buizen. Alles wat we denken kunnen gebruiken, dat stoppen we in de carnavalswagen. Weet ik denk genoeg, dan gaan wij weer verder. Nou, dit is nou de slapjaans van het vat. Hij heeft altijd op te scheppen dat hij zo graag wil zingen. Hier komt de show. Ja, maar nou ben ik alleen. Nou, maakt niet uit. Gewoon doen. Ja, wat moet ik zingen? Maakt niet uit. Het mag zo. Zijn er nog verzoekjes? Ja, zo ken je. Ja, nou, een klein stukje dan. Je loog tegen mij alsof ik een kind was. Geloof dat je dacht dat ik helemaal blind was. Muziek erin. Nou, dat is een klein stukje van het repertoire natuurlijk. Want ik kan wel uren blijven zingen, maar... Kijk, van deze gaat de zon op natuurlijk, jongens. Nou, prachtig. Dat was het. Applaus. Applaus, ja! Bingo! Hey Willem. Hey Pim. Hoe is jongen? Goeiedag. Ja, ik ben hier een beetje aan het rondneuzen. Willem, wat doen we hier in de koei? Nou, ik ben hier vandaag om de boel te versieren. En ik zie vogels. En als ik vogels zie, dan ruik ik ze. En als ik vogels ruik, dan denk ik een beetje aan de Piet van onze Kees. En dan in carnaval. En onze Piet. Want hier motel is zo wees. Willem, 33 jaar rolstoelcarnaval. Wie is daar ooit mee begonnen? Nou, dat was chef Godery en Tuur Voeten. Die maakten daar toen al een grandioos spektakel van 33 jaar geleden. Ja, en wij als bestuur proberen het nog steeds voor te zetten. Ik hoop dat het lukt. En het is zo'n feest, elk jaar. Maar is daar nog steeds behoefte aan dan? Ja, natuurlijk jongen. Het is toch carnaval? En die mannen die hebben daar toch allemaal een behoefte aan? Iedereen heeft behoefte aan carnaval. Kijk nou naar Prins Carnaval, want die komt elk jaar. Dus zoveel behoefte. En Peter van der Velde. Jongen, we hebben er van het jaar een feest. Wat denkt u van de feestanger Tony? Dan hebben we nog Gert Couvreur. Het feestteam. Ik kan zo maar doorgaan hoor. Aad van der Muizenberg. Net zoals elk jaar. Al 33 jaar denk ik. De Deurzakkers. Erik Diekep. En dan Ricardo met zijn papegaaien en zijn show. Dan hebben we nog de Ronald. Je kent hem wel. Jongen. Wij hebben feest. En dan al die bands van alle jaren. Het wordt de 26e in de Koen. Een geweldig spektakel. Mensen, we gaan ervan genieten. Ik blaas nog een beetje. De zaal is straks klaar. All right.
weer vrijdagavond. Kozak door, met zijn kozakkenkoor. Kozak door, het is weer vrijdagavond. Ook al ligt heel Brabant op één oor. Ko die houdt van stappen van een dolle koe. Disco en de ski hut, voor hem is alles cool. Kozak door, het is weer vrijdagavond. Kozak door, met zijn kozakkenkoor. Zaaltje achter het Bruin Café oefent elke week het koor. Ko zingt daar zijn solo's met bravoer. Heel het koor om wie want more. Maar naar het zingen is nog niet gedaan, want dan wordt op stap gegaan. Hoi, 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 Ko zang door. Het is weer vrijdagavond. Ko zang door. Het zijn kozakkenkoor, kozakkenkoor. Het is weer vrijdagavond, ook al ligt heel Brabant op één oor. Ko die houdt van stappen van een dolle boel. Disco en de skihut, voor hem is alles cool. Kozakkenkoor, het is weer vrijdagavond. Kozakkenkoor, met zijn kozakkenkoor. Kozakkenkoor, altijd op vrijdagavond. Ondernemer, huisman, kale kak, brandweerman of stucador. Iedereen past het kozakkenpak en is welkom bij het koor. Noten lezen is geen eis, geen must, als je maar een pilske lust. Hoi, 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 kozak door, het is weer vrijdagavond. Kozak door, met zijn kozakkenkoor. Kozak door, het is weer vrijdagavond. Ook al ligt heel Brabant op één oor. Ko die houdt van stappen van een dolle boel. Disco en de ski hut, voor hem is alles cool. Kozak door, het is weer vrijdagavond. Kozak door, met zijn kozakkenkoor. Kozak door, altijd. Nou, zoals jullie zien zijn we nu eindelijk aangekomen bij het grote spel. Aan de linkerkant van mij staat mijn tante, Katelijn. Aan de rechterkant van mij staat mijn moeder, Christel. Zij gaan het nu tegen elkaar opnemen. Dus als ik zo meteen ga aftellen, kunnen ze een prachtig wijnpakket winnen. Dus ik zou zeggen, 3, 2, 1... Ja! Yeah. En mijn tante gaat eraan! Ja, kom op! En mijn moeder, kom op mama, alsjeblieft, snel! Kom op tante, sneller, sneller, sneller! Kom op, het gaat goed! Kom op mama! Ja, we hebben een winnaar! Nou, gefeliciteerd, je hebt het prachtige wijnpakket gewonnen. Dankjewel, ik kan goed gebruiken. Nou, dit was het dan bij Carnavalsvereniging van het Vat. Misschien zien we jullie nog wel een keer, maar tot nu is het voorbij. Tot de volgende keer en wij gaan lekker mee met de geweldige Polonaise.